zijn twee magneten. Daarmee zitten de trein sneller aan elkaar vast. Zo'n dat je de trein aan elkaar klikt. Vanuit de Koninklijke Wachtkamer op Amsterdam Centraal Station heet ik u van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Gevonden Spoorwerpen. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Gevonden Spoorwerpen. Voor we beginnen nog even het antwoord op de vraag uit de vorige aflevering. Het goede antwoord van de vorige aflevering is een kopborstel. Bij mij aan tafel zit Dirk en jij hebt een vraag. Ik heb een vraag, ja. Ik liep net over het perron en ik keek even onder de trein en ik zag daar een zwart kastje hangen. Zeg maar net bij de wielen. Het was een soort uitsteekseltje. Ja. En toen was ik, ja, ik dacht opeens van wat is dat nou eigenlijk? Nou, ik heb geen idee, maar laten we gewoon even op onderzoek gaan. Oké, we staan nu bij een trein en is dit wat je bedoelt? Ja, dit ding snap ik. Ja, dit ding wat hier zo hangt, ik heb geen idee wat het nou is. Dus hier gaat het om. Dat zijn twee magneten. En daarmee zitten de trein sneller aan elkaar vast. Zo'n dat je de trein aan elkaar klikt. Dat is dat mechanisme waardoor twee wagons tegen elkaar aankomen. Het koppelstuk van twee treinstellen aan elkaar. Nou, nu weten we het nog steeds niet zeker. Laten wij er gewoon een expert bij gaan halen. Ik sta naast onze expert Misha. En Misha, kan je ons meer vertellen over dit spoorwerp? Ja, dit spoorwerp dit zorgt ervoor dat de trein die gekoppeld wordt in een andere trein, dat die de klappen vangt van de twee treinen eigenlijk en de krachten tussen. Het zorgt er ook voor dat als je staat, dat je niet omvalt. Dus het zorgt een beetje voor comfortabelheid. En daar zou de reiziger wel blij mee wezen, hoop ik. Nou, dat doet nog behoorlijk veel, zo'n spoorwerp. Heb jij nou enig idee hoe dit heet, Dirk? Nou, ik zelf dacht aan een schakelstuk of zo. Mooi, een schakelstuk. Weet jij nou hoe dit heet? Laat het vooral nog even weten in de comments. En abonneer je gelijk even op ons kanaal, want dan krijg je direct een melding dat de nieuwe aflevering online staat met daarin het antwoord op deze vraag. Heel erg bedankt voor het kijken en Dirk, jij ook bedankt. Jij bedankt. Thanks.